Welkom terug op ons kanaal en welkom weer bij een nieuwe video. We hebben de afgelopen tijd weer wat leuke pakketjes binnengekregen, dus het leek ons leuk om deze te unboxen in deze video. En het zijn er echt heel wat. We weten nog niet wat erin zit, dus we zijn heel erg benieuwd. En jullie hopelijk ook. Voordat we verder gaan, vergeet ook zeker niet om je te abonneren op ons kanaal. En druk ook zeker eventjes dat belletje aan. Als we dan een nieuwe video uploaden, dan krijg je een melding. En dan ben je gewoon een van de eerste die onze video te zien krijgt. En dan gaan we nu beginnen met het echte uitpakken. Er zit een kus op. Dat is heel erg leuk. Dat is misschien een heel romantisch pakketje. Nou, we hebben hier een kaartje en er staat op Your Valentine. Met weer een kusmondje. Dus dit is nog een Valentijnsdag pakketje. En zo te zien zijn alle producten in dit pakketje ook een roze. Dus dat is heel erg leuk. Ik heb hier allereerst een Ethos Body Lotion, Guava en Pineapple. En dan heb ik hier Babor With Love. Het is echt een super mooie verpakking trouwens. En dit zijn van die ampullen. Voor een glow, voor hydratatie, voor in de nacht. En dan hebben we hier nog 3 kleine productjes. Dit is van MUA Luxe de Velvet Lip Lacquer in de kleur Moxie. Dan heb ik hier nog een mooi nagellakje in een roze kleur van Ethos. En nog een heel lekker EOS lipbalmpje. Deze hadden we eigenlijk al geopend, maar willen hem nog heel graag laten zien omdat we het zo vet vinden. Want Benefit stuurde altijd de leukste PR pakketjes op. Het zijn echt gewoon een soort van cadeautjes bijna. Dit lijkt gewoon speelgoed. En wat hierin zit is een mascara. Hoe tof is dit? Dit is gewoon een soort van mini-raketje. Hij is heel erg schattig. En dit is de Bad Girl Bang Mascara. En deze heb je misschien al wel voorbij zien komen op YouTube. Wij hebben hem zelf nog niet geprobeerd. Maar ik ben heel erg benieuwd of dit een beetje onze smaak is. Het ziet er nou uit als je wimpers echt kablam worden. En ik hou er wel van als die een beetje wat volume heeft. Dus ik ben super benieuwd om deze uit te gaan proberen. En bij dit pakketje hebben we deze keer er 2 gekregen. Meestal krijg je gewoon pakketjes die we met elkaar delen. En ik weet dat jullie heel vaak daar vragen over stellen van wie krijgt nou wat. We delen het altijd gewoon onder elkaar. En dat gaat eigenlijk altijd gewoon super gemakkelijk. Ja, we hebben nooit echt een ruzie over dingen. Dat gaat gewoon prima. En als we iets hebben van nou, die wil ik per se ook hebben, dan kopen we die gewoon. Ja. Dus super zo simpel is het. Ja. Dit was ook nog voor Valentijnsdag. Dit is de Epic Ink Liner. Ben ik heel erg benieuwd naar een waterproof eyeliner met een stift. Ziet er volgens mij wel heel goed uit. Sweet Cheeks Blush Palette. En het is een palet met, nou, hoeveel verschillende kleuren? 1, 2, 3, 4, 8 verschillende kleurtjes. Deze 2 hebben shimmer. Oh, deze ook trouwens. En die andere 6 zijn, nee, 5 zijn mat van kleur. Krijg je wel gelijk echt zomer lente vibe van. Dus ik kan nu echt helemaal niet wachten. Ik zie hier in het pakketje nog een aantal nieuwe producten zitten die ik nog helemaal niet ken. En dit zijn de Powder Puff Lippies. Dus een soort van lippoeder. Het ziet er trouwens echt super schattig uit, deze verpakking. Oh, dit had ik niet verwacht. Het staat op de als verpakking. Ja, maar, oh ja, natuurlijk. Ja, ik had op een of andere manier verwacht dat je ergens iets in moest dippen, maar inderdaad. Hier wordt gezegd, featuring a soft cushion applicator, dus dat sponsje. En het zou lichtgewicht moeten zijn met een moussey textuur, maar het zou dus weer daarna een poeder finish moeten krijgen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Het heeft een beetje pigment. Ja, inderdaad. Oh, echt een poederige finish, inderdaad. Dat ziet er heel mooi uit. Oh, het voelt ook heel zacht. En we hebben echt voelen. Oh ja, dat is wel heel erg lekker. Ook voor mensen als je dus niet heel erg van lipstick houdt en gewoon even een klein kleurtje wilt hebben. Volgende perspakket heeft zeg maar niet alleen producten, maar ook nog wat cadeautjes. En dat is wel heel erg leuk. De ene keer krijg je gewoon een envelop binnen met alleen de producten en het persbericht. En zoals dit krijg je gewoon nog allemaal leuke cadeautjes eromheen. Want het draait om de EOS lipbalm. Zacht, zachter jouw lippen. En er zit echt van alles bij. Ik ga het even snel uitpakken zodat het plastic niet te veel lawaai maakt. Wat is dit allemaal? Ik heb hier de EOS lipbalm. En dit is Pure Softness. En die is dus nieuw in de collectie. Een zachte, neutrale smaak. Rijke shea en cacaoboter. En verder, hij is zonder minerale oliën, parabenen. Glutenvrij, dermologisch getest. Volledig recyclebaar. Ik wist niet eens dat er gluten in lipbalm konden zitten. Nee, ik weet het eigenlijk ook niet. Ik lees gewoon op wat hier staat. Verkrijgbaar vanaf midden februari. En hij kost €5,99. En daarbij krijgen we nog een mooi kopje voor thee. Een super zachte witte deken. En een kussentje. Volgende pakketje. Wow. Merci Handy. Dat ken ik van de desinfecterende handgel. Ja, handgels. En dit is de La Crème de la Crème. En het zijn 4 Love and Hand Creams. Ze bevatten vitamine E en emollient parels. Ja, en ze zien er allemaal heel leuk uit. Echt een zoete verpakking is het met van die streepjes erop. Tiny beads that will soften your hands and melt your heart. Ik zie hele kleine
rode soort van stipjes. Dus dat zijn de parels, denk ik. Oh, wow. Oh, wow. Die geven een kleurtje af. Oh, ik vind het niet zo heel erg zoet. Dat valt gelukkig wel mee. Het ruikt heel erg bloemig eigenlijk. Het ruikt lekker. Vrij dun ook. Dus dat smijt lekker dun uit. Nou, in deze tubetjes zit 30 ml handcremes. Kosten €4,90. En je kunt ze bijvoorbeeld bij de Douglas halen. Oeh. Volgende item is ook weer verpakt in roze. Iedereen ging voor roze. Oeh, wauw. Dit is een nieuwe geur van Amazing Grace. Amazing Grace is een van mijn favoriete geuren van all, ja, of all time eigenlijk. Zullen we hem opmaken? Ja, ik ben heel benieuwd. Jaren geleden heeft Serena deze geur, de gewone Amazing Grace, aan mij geïntroduceerd. Ik zou zeggen bijna 10 jaar geleden. Sindsdien, ik heb hem volgens mij vandaag op. Ik heb hem vandaag op trouwens. Ballet Rose. Ja. Hij ruikt heel anders dan de normale Amazing Grace. Maar ik vind hem wel heel lekker. Zeg maar, ja. Hij is wat zoeter, niet zo poederig. Dan hebben we hier iets wat al uit de verpakking is, zoals je kunt zien. En het zit in een heel mooi tasje. Echt heel schattig. De verpakking is echt al niet normaal mooi. En er zit een labeltje op van Estée Lauder. Want hierin zitten namelijk producten van Estée Lauder. Het is de nieuwe Pure Color Envy Paint On Liquid Lip Color van Estée Lauder. Een hele lange naam. En het ziet er echt geweldig mooi uit. En we hebben 6 verschillende kleurtjes. Wow, hij gaat echt richting neon bijna. Oeh. Die is heel mooi. Heel mooi uit. Heel mag licht. Swatchen. Wauw, de dekking is echt heel mooi. En de finish is, wat zou het zijn? Satin, toch? Ja, satin eigenlijk. Ik denk een beetje satin finish. Ik wil nog even 1 kleurtje laten zien. En dat is 109 Lacquer Lover. Kijk, deze is bijna metallic. Wauw. Mooi, heel hè? Mooi. Heel erg bedankt. We zijn hier echt mega blij mee. We zitten te denken om deze te reviewen. Als jullie daar interesse in hebben, laat het in ieder geval even weten in de comments als je dat wilt. En dan gaan we dat doen op onze blog endlessweekend.nl. Oeh, met een lipstick geschreven. Love Yves Rocher. En dit is een nieuwe lipstick. De matte lipstick die niet uitdroogt. Wow, nee, hou je hand eens op. Candy. Yay. Wow. Dit is de nieuwe lipstick Grand Rouge Matte. En is verrijkt met herstellende camellia olie en biedt een matte finish. En hij is verkrijgbaar in 8 verschillende kleuren, waarvan wij er hier 4 hebben. De lipsticks zijn gewoon verkrijgbaar in de Yves Rocher winkels en ook online. En zijn vanaf februari 2018 te koop, dus vanaf nu. En kosten €22,90. Ja. Hele mooie lakjes van Essie. Ik moet zeggen dat het een van mijn favoriete merken is. Ja, sowieso. En even kijken. Dit is de Spring Collection 2018. Dan heb je zeg maar de rode kleur. Dat is dan zogenaamd een beetje de helm. Dan heb je de roze kleur. Dat is de Perfect Mate. Dan heb je een wit Passport to Sail. Dan heb je Bon Boy A. Een beetje mintachtig kleurtje. Stripes and Sails. Is een beetje teal. En dan hebben we als laatste Anchor Down donkergrijs blauwe. Ja, ik vind ze wel erg mooi. Hele mooie leuk. Collectie. Het schreeuwt inderdaad wel lente. Ja. Vind ik. Maar dus niet te snoeperig, mooie... wat ik wel heel erg leuk vind. Het is zeg maar niet, het is een beetje pastel, maar wat cooler pastel. Ja. Dus wat dat betreft, dat vind ik wel nieuw. En ik denk dat mijn favoriete kleurtje van deze, wel deze... Ja. grijzige kleur is en deze gekke nude-achtige kleur. Want deze heeft ook nog een kleine shimmer erin als je goed kijkt. Dus ik denk dat je na of je handen ook wel heel bruin kunnen lijken als je zo'n kleurtje draagt. Dus ziet er heel erg leuk uit. En ik heb nu niks op mijn nagels, dus ik wil zeker wel een van deze kleurtjes gaan uitproberen. Nou, deze Spring Collectie is pas verkrijgbaar vanaf maart. En de prijs is €10 per lakje. En we hebben hier weer een geurtje. En dit is Daisy van Marc Jacobs. En dat is weer een andere uitvoering van. Er zijn echt heel veel varianten op deze geur. En dit is de Twinkle. En ik ben heel erg benieuwd hoe die ruikt. Cute. Hij is niet zo zoet, denk ik, deze keer. Toch als de andere geuren. Wow, het ruikt heel bekend. Wel lekker, maar er zit iets in wat ik niet helemaal kan plaatsen. Ja, inderdaad. Ik vind het wel lekker. Het is zeg maar eerder wat frisser en fruitiger, maar ook weer niet super fruitig. Maar zeker niet heel erg zoet. Hij is heel fris vooral. Dat had ik niet verwacht. Lekker. En er zijn volgens mij mensen die ook al deze flesjes sparen. Volgens mij op de wc van onze tante staan volgens mij allemaal alle Daisy... geurtjes van Marc Jacobs. Nou, laat ons zeker eventjes in de comments weten van welke van deze producten jij graag een review zou willen zien op onze blog. Dan kunnen we daar zeker eventjes naar kijken of we daar een leuk artikel over kunnen maken. En we willen iedereen heel erg bedanken voor het toesturen van al deze prachtige producten. We kunnen niet wachten om alles lekker te gaan proberen. En dan hebben we ook nog een ander vraagje aan jullie. En dat is, wat is het laatste beautyproduct dat jij voor het laatst hebt gekocht? Daar zijn we heel erg benieuwd naar. Laat het eventjes weten in de reacties. En geef deze video ook een duimpje omhoog als je hem weer leuk vond.
En vergeet je natuurlijk niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Als je nog geen abonnee bent. En dan zien we je heel snel weer in de volgende video. Doei! Doei.